Rikkie en de tuin van opa. Mama, kom je? Wij staan al lang klaar hoor, roept Rikkie. Ik ben er zo, roept mama terug. Eventjes geduld nog, jongens. Terwijl ze op mama wachten, doen papa en Rikkie pootje lopen. Een oud spelletje. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Opa heeft me dit geleerd, zegt papa. Leuk, hè? Vroeger speelde hij en ik het vaak. Jij en opa? Zegt Rikkie met een glimlach. Eindelijk is mama klaar. In het weekend gaan Rikkie, mama en papa vaak op bezoek bij oma en opa. Het is Rikkie's lievelingsuitstapje. Oma is heel lief en kan de mooiste verhalen vertellen. En opa leert hem alles over de natuur. Als ze aankomen, loopt Rikkie meteen door naar de tuin. Hij slaat het paadje naast de perenboom in. Loopt langs de struik waar de merel zijn nest heeft en voorbij het bloemenperk tot hij bij opa's groentetuin komt. Dat is Rikkie's favoriete plekje. Het is er heel erg mooi. Opa kweekt er uien, aardappelen, sla, peterselie, prei, selder en nog veel meer. Alle groenten staan netjes op een rij en bij elk rijtje staat een bordje met de naam erop. Rikkie kent een heleboel namen van de groenten. Dat heeft opa hem geleerd. Rikkie zoekt de worteltjes die hij een tijdje geleden heeft gezaaid. En, oh ja, daar! En, wat vind je ervan? Vraagt een stem die Rikkie heel erg goed kent. Ze zijn weer flink gegroeid, hè? Opa! Roept Rikkie blij. Ik had je niet horen aankomen. Straks gaan we een bosje van jouw wortelen oogsten, belooft opa. Maar eerst hebben we werk te doen. Hij bindt een rode zakdoek met witte stippen om Rikkie's hals. Zo eentje als hij zelf om heeft. Om het zweet op te vangen, hè, opa? Glundert Rikkie. Samen gaan ze een nieuw stukje tuin omspitten. Opa laat Rikkie zien hoe hij de schop moet vasthouden. Overal waar ze de grond losmaken, kruipen wormen uit de aarde. Wormen laten de grond ademen, hè, zegt opa. Daardoor groeit alles beter. Wat is dan dit? Zegt Rikkie. Hij heeft een stukje hout opgegraven. Een wasknijper van lang geleden, zegt opa. Ja, jongen. Het zit hier vol oude schatten. Neem hem maar mee voor je verzameling. Daarna harken ze de grond weer effen en spannen ze een koord over de aarde. Met een stok kan Rikkie er nu een mooie rechte voor in trekken. Dat heeft hij al een paar keer mogen doen. Perfect gedaan, jongen, prijst opa. Maar wat zaaien we vandaag? Vraagt Rikkie benieuwd. Spinazie, antwoordt opa. Een groente waar je berensterk van wordt. Opa schudt wat zaadjes uit het pakje. Kijk, Rikkie, zegt hij. Dit zijn uw spinaziezaadjes. Die mag jij in het voortje zaaien. Maar niet te dicht bij elkaar, want dan groeien ze niet goed. Eén voor één legt Rikkie de zaadjes mooi uit elkaar in de aarde. Dan gaat de voor weer dicht en giet opa er water over met de gieter. Zo, we hebben weer goed gewerkt, zegt hij tevreden. Er moet wel nog een bordje bij, opa, zegt Rikkie, met spinazie erop. En nu gaan we die wortelen van jou eens proeven, lacht opa. Hij trekt er een paar flinke uit de grond. Hier, proef jij maar eerst. Lekker, smakt Rikkie met zijn mond vol zoete wortel. Hé, kijk eens, opa. Rikkie houdt twee aaneen gegroeide wortelen omhoog. Dat is een duo, zegt opa. Net zoals wij. En hij slaat zijn arm om Rik heen. Er is iets wat Rikkie zich al een tijdje afvraagt. Hij weet waar de worteltjes en de spinazie vandaan komen. Ze groeien allemaal uit zaadjes. Maar de zaadjes... Opa, vraagt Rikkie, waar komen de zaadjes vandaan? Wat een goede vraag, zegt opa. Kom, ik zal het je laten zien. Als je een spinazie laat doorgroeien, komt er een bloem in. Uit die bloem kan je de zaadjes halen. Net zoals uit deze zonnebloem hier. Kijk, zegt opa. En hij maakt een paar zonnebloempitten los uit het hartje van de bloem. Uit elk van deze zaadjes kan een nieuwe zonnebloem groeien. Wauw, zegt Rikkie.
Weet je wat? Stop er een paar in je broekzak. En zaai ze straks bij jullie thuis, in de tuin, stelt opa voor. Spit een stukje grond om, stop er een paar zaadjes in en geef ze water. Je zult zien dat er prachtige zonnebloemen uitgroeien. Weet je eigenlijk waarom deze bloem zonnebloem heet? Nee, zegt Ricky. Wel, zegt opa, omdat een zonnebloem de hele dag zijn kopje draait om naar de zon te kunnen kijken. Zo, en nu gaan we naar binnen, naar oma. Kijk eens, oma, zegt Ricky en hij haalt een paar pitten uit zijn broekzak. Die ga ik zaaien als ik thuis kom. Aha, zonnebloemen, zegt oma. Je moet ze wel allemaal zaaien, hoor, lacht oma geheimzinnig. Er was eens een konijntje dat er een was vergeten. En op het einde van de zomer groeide er een zonnebloempje uit zijn broekzak. Dat wilde zeker de zon zien, zegt Ricky. Dat zou best kunnen, zegt oma. En ze schieten allebei heel hard in de lach. Zo. Het boekje van Ricky en de tuin van opa is uit. Ik ga nu wat vraagjes stellen waar jullie op kunnen antwoorden. De eerste vraag. Bij wie gaat Ricky en zijn mama en papa op bezoek? Hij gaat op bezoek bij oma en opa. Heel goed. Vraag 2. Welke groenten kweekt opa zoal in zijn tuintje? Hij kweekt er uien, aardappelen, salade, peterselie, prei, selder, spinazie en nog veel meer. Vraag 3. Welke dieren vonden opa en Ricky onder de grond? Het waren wormen. Deze helpen om de grond te doen ademen. Vraag 4. Van welke bloem kreeg Ricky zaadjes van opa? Een zonnebloem.